Freofoon, je spreekt met Ferry. Hoe kan ik helpen? Hey Ferry, ik heb een vraag. Ik wil mijn huis gaan verbouwen. Hoe kan ik dit financieren? Ja, goede vraag. Daar heb ik het antwoord op. Het liefst betaal je je verbouwing natuurlijk met je eigen spaargeld. Heb je dit niet achter de hand, dan kun je denken aan een lening. Je hebt hierin verschillende mogelijkheden. Bijvoorbeeld het afsluiten van een tweede hypotheek. Je leent dan een bedrag voor de verbouwing met je eigen huis als onderpand. Je huis is dan de garantie voor de bank dat ze hun geld terugkrijgen. De rente van een hypotheek is meestal lager dan die van een consumptieve lening. Het is bij een hypotheek bovendien mogelijk om te kiezen voor een zeer lange looptijd, vaak tot wel 30 jaar. Daar staat tegenover dat je advies, taxatie en eventuele notariskosten betaalt voor het afsluiten van een hypotheek. En dit kan oplopen tot meer dan 2000 euro. Bij een persoonlijke lening betaal je dit niet. Dit is een lening die je afsluit bij een bank of kredietverstrekker. Vervolgens betaal je aan hen elke maand een vast bedrag aan rente en aflossing terug tijdens een afgesproken periode. De looptijd van een persoonlijke lening is maximaal 10 jaar, flink korter dan die van een hypotheek. Net als bij een hypotheek kun je het bedrag van een persoonlijke lening aftrekken van de belasting. Je moet dan wel kunnen aantonen dat je het bedrag volledig voor de verbouwing hebt gebruikt. Kijk voor alle informatie en voorwaarden rondom belastingaftrek op de website van de Belastingdienst. Maar wat is nu de beste keus voor jouw verbouwing? Dat is heel persoonlijk. Ik zet het nog een keer op een rij. Tweede hypotheek, lagere rente, langere looptijd, afsluiten en advieskosten. Persoonlijke lening, hogere rente, kortere looptijd, geen afsluiten en advieskosten. Vind je het fijn om zo nu en dan wat extra af te lossen? Bij een persoonlijke lening krijg je hier meestal geen boete voor. Bij een hypotheek soms wel, als je meer extra aflost dan de afgesproken 10% of 20%. Wil je zeker weten dat je de juiste keuze maakt? Maak dan een berekening op een van de vele vergelijkingssites. Of neem contact op met een adviseur. Heb jij ook een brandende vraag voor de Freofoon? Stel hem hieronder. Wie weet komt jouw vraag aan bod in de volgende aflevering.